Ik zit nu in een yellow cab. Kortom. Hallo iedereen en welkom weer bij de tweede hele dag in New York en de derde vlog op Kortom in Amerika. Vandaag ga ik eindelijk Chris en Dylan weer zien sinds 3 jaar. Dat waren mijn 2 beste vrienden toen ik 1 jaar in Murfreesboro, Tennessee woonde. En daar heb ik natuurlijk super veel zin in, dus let's go! En holy shit, zie je trouwens hoe bruin ik ben geworden? Ik ben zelfs een beetje verbrand in mijn nek, zo warm was het gisteren gewoon. Maar vandaag is het gelukkig net iets minder warm, want gisteren was eigenlijk gewoon te benauwd om te fietsen en te lopen. Nou, ik ben er helemaal klaar voor en ik ga nu naar Times Square waar ik Chris en Dylan ga ontmoeten. Ik heb er heel veel zin in, dus ik zit nu op de fiets op weg naar Times Square en het is toch alweer best wel warm. Het zou, toen ik vanochtend keek, zou het eigenlijk 23 graden worden, maar het is nu al 26 graden. Je hoort mij niet echt klagen, maar het is wel misschien net iets te warm om te fietsen. Maar ja, met de metro ben ik even lang bezig. Wat wel heel handig is aan New York, is dat het eigenlijk allemaal blokken zijn. En alles dat van oost naar west loopt, heet een street. En alles wat van noord naar zuid loopt, heet een avenue. En eigenlijk is alles eenrichtingsverkeer, dus best makkelijk om te navigeren en zo. Alhoewel het nog steeds fucking druk en hectisch is. Toch maar even die fiets weggezet, want het is echt zo warm in de zon. En ik loop nu het laatste stukje naar Times Square, waar ik Dylan en Chris ga zien. Hey, moet je dat eens zien? In New York. Nederlanden. Je hebt hier sowieso al heel veel Nederlandse namen, want Nederlanders waren natuurlijk de eerste bewoners van New York toen het nog Nieuw Amsterdam heette. Dus vandaar ook Harlem, Haarlem, etc. Ik sta nu officieel op Times Square, kijk hoe vet het hier is. Holy shit. Hier moeten ze ergens staan. Hier achter mij. Even kijken of ik ze nog herken. Oh, how are you doing? Dude, oh my god, I haven't seen you forever, man. Oh, what's up with Tom Brock right now? Live on his YouTube channel. Where is the Mexican? Ah, he's over there. How are you doing? Good. Great, how are you? Het been a long time. We lopen nu even naar de metro en we gaan hun spullen even afgooien. En dan gaan we daarna weer terug naar Times Square. En dan gaan we alle dingen doen die hier te zien zijn. En ondertussen praten wij een beetje bij, want er komen natuurlijk allemaal leuke herinneringen naar boven. En we lachen ons rot, dus echt super gezellig dat hun er ook zijn. Say hi. What's up? Hola. Subway. We hebben nu voor $3 een kaartje gekocht voor de metro en we gaan nu even op en neer om hun spullen weg te brengen. We zijn nu even op mijn kamer aan het uitrusten, want hun zijn heel erg moe van de reis en ik heb ze een stukje peperkoek gegeven. En how do you like it, the cookie? Mmm, it tastes very well. We zijn weer teruggekomen in het midden van Manhattan en we gaan nu even kijken of we ergens iets kunnen eten, want we hebben echt super veel honger. We zitten nu in een restaurant en we hebben iets te eten gevonden. Ik heb zelf een burger met frietjes. Dylan heeft chicken wings, right? And Chris, what have you got? Lekker. Dus wij gaan even eten. Lekker lekker. Lekker lekker. What did you say? Lekker lekker. Chris en Dylan zijn echt helemaal kapot van de reis. Dus die gaan nu alvast naar huis om te slapen. En ik ga zelf hier nog even rondlopen. Dus I have to go. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Hey. See you tomorrow. Wow, het klinkt misschien een beetje lullig, maar ik vind het eigenlijk wel even fijn dat ik weer alleen ben. Want je houdt toch de hele tijd rekening met zeg maar 3 man. En nu kan ik alles toch wel een beetje in mijn eentje bepalen. Wat eigenlijk ook wel leuk is in zo'n grote stad, dat ik gewoon lekker zelf kan beslissen waar ik naartoe ga. Dus ik ga nu nog even over Times Square heen en hier wat winkels bezoeken. Wow, Times Square is echt heel erg vet. Kijk dan. En hoe donker het wordt, hoe mooier het eigenlijk wordt. Want dan zie je al die lichten natuurlijk. Want hier wordt het eigenlijk nooit donker. Dat is eigenlijk het leuke eraan. Op Times Square heb je echt superveel vette, maar ook wel rare winkels. En hier heb je bijvoorbeeld een Disney winkel. Echt alle jeugdsentimenten komen hier tot leven. Echt heel tof. Ze hebben zelfs een tweede verdieping, daar ga ik nu naartoe. Toen ik nog in Murfreesboro woonde, dat jaar in Amerika, zijn we ook naar Disney Orlando geweest. En dat was ook echt een hele toffe ervaring. Het blijft toch Disney, hè? Geweldig gewoon. Disney is gewoon helemaal geweldig. Alles is zo groot hier. Echt te bizar gewoon. Gewoon een kasteel in een gebouw.
doe me gewoon even. Wow, dit blijft gewoon zo indrukwekkend. Ik ga nu even naar deze winkel, die heet Toys R Us. Het is een hele grote soort van chain van speelgoedwinkels in Amerika. Maar hier staat gewoon een reuzenrad binnen volgens mij, dus ik ga even kijken. Het gaat gewoon echt helemaal nergens over hier soms. Hilarisch, niet eens een grapje. Er staat hier binnen een fucking reuzenrad. Dit is echt zo bizar. Het is hier gewoon echt te groot. Superman. Het is zo groot dat ik de uitgang kwijt ben. Hard Rock Café. Het is gewoon pikdonker, maar het wordt hier gewoon niet donker. Het blijft gewoon licht. Het is echt heel bizar. En er is hier gewoon ook letterlijk altijd iets te doen. Net als nu hier. Levendig. Tja, je moet er maar zin in hebben. Gekkigheid. Alles kan in Amerika. Holy crap. Ik sta nu boven op dat rode soort van podium. Dat je vast wel kent uit de videoclip Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys. En het uitzicht hier is echt zo sick. Kijk dan. Het is gewoon overal. Echt overal. Ik ben nog steeds op Times Square, nu al een paar uur. Ik kan er nog niet genoeg van krijgen. En ik ga nu even naar de M&M winkel, want die zag ik al vanaf een hele grote afstand. Te bizar dat er gewoon een winkel kan zijn van twee verdiepingen. Mega groot, over alleen maar M&M's. Oh, grapje, hij heeft zelfs drie verdiepingen. Moet niet gekker worden dit. Ik val me wel op dat mensen mij best wel aankijken als ik aan het vloggen ben. Maar eigenlijk moet ik gewoon doen wat Nick Rozen mij heeft geleerd. En gewoon de mensen aankijken en zeggen van, wat zit je nou te loeren? Ik was net in de Hershey's Chocolate Store en ik kreeg daar een stukje en ik moest er in één keer weer aan denken hoe smerig Hershey's chocolade ook alweer is. Het is echt smerig. Het smaakt eigenlijk gewoon naar een soort van goedkope, veel te zoete chocola. Maar het enige van hun dat wel heel lekker is de, you know, Reese's Peanut Butter Cups. Oh, dat is echt heel lekker. Als je dat nog nooit hebt geprobeerd, dan moet je dat echt een keer halen. Volgens mij kun je dat ook gewoon krijgen in bepaalde winkels in Utrecht en Amsterdam. Ik ben nu in Midtown en ik dacht van ja, nu ik hier toch ben, ga ik toch even kijken naar Radio City Music Hall en het Rockefeller Center. En heel misschien fiets ik ook nog terug via Grand Central. Dat is station dat je vast wel kent uit al die films. Pentatonix komt optreden. Weet je, kennen jullie Daan van de Labratten? Nou, als die het woord Pentatonix hoort, dan begint hij al te gillen als een meisje. Want hij is namelijk echt een fangirl. Niet eens een grapje. Ik meen het. Blijkbaar hebben hier net allemaal rappers opgetreden uit de 90's. Die ik waarschijnlijk allemaal niet ken, maar die schijnbaar ooit heel groot zijn geweest. Nou, dat was dus die LOX of L-O-X. Ik ken ze niet, maar er staat een hele rij voor ze. Dus als jij ze wel kent, laat het hieronder dan even weten. Lijkt me heel sterk, want wij zijn allemaal iets jonger. Maar ik ga er weer vandoor. Ik ga nu nog heel even naar het Rockefeller Center kijken. Ik ben aangekomen. Het is inmiddels 12 uur 's nachts en het is hier echt heel mooi. En dat daarboven is denk ik de Top of the Rock en dat is een van de gebouwen die ik waarschijnlijk nog ga beklimmen. Nou, niet beklimmen, maar waar ik waarschijnlijk naar boven ga nog voordat ik uit New York weg ga. Ik ga toch nog maar even kijken of dat Grand Central Terminal nog open is. En ik denk het niet, maar you never know, weet je wel. Holy shit, het is nog gewoon open. En het is echt heel erg groot. Het is echt heel groot. Wow. Maar eigenlijk ook helemaal niet zo bijzonder als ik dacht. Maar ja, het is toch wel een selfie waard, denk ik. Ik zit nu in een yellow cab. Want ik ben A, moe. En B, een taxi nemen in New York. Ik hoort er natuurlijk ook bij. Dus lekker in de yellow cab. Ik ben inmiddels terug. Het is bijna 1 uur 's nachts en ik ben echt helemaal kapot. Het was super leuk om vandaag Chris en Dylan weer voor de eerste keer te zien in 3 jaar. En ja, morgen weer een nieuwe dag. Gaan we heel veel toffe dingen doen. Onder andere Central Park en Uptown en Midtown. En... Oh, en als je je trouwens afvraagt wat dit geluid is, nou, dat is dus een airco.
Ik heb echt slaap nodig. Ik hoop dat je deze vlog een beetje leuk vond. En ik zie je in de volgende vlog weer. Doei.